En? Nergens. Ja, maar dat is toch niet te doen, hè? Xavier is weer al 3 kwartier te laat. Och, nu kan ik tenminste dat alarm installeren. Toch, wat zouden ze hier nu komen zoeken? Oh, Pascal heeft schrik dat die een dief die niet in de buurt bezig is, ook in café zal inbreken. Ja, alle. Ja, maar ze vindt dat je niet voorzichtig genoeg kunt zijn. Je weet nooit wat voor haar volk er in café komt binnenvallen. Hebben we er toch een muis gezien? Een muis? Nee, Pascal heeft gevraagd. Hebben we opstaande heren nog niet op het veld? Dat moest dan een uur aantreden zijn. Ja, natuurlijk. Dat kun je beter aan een trainer vragen. Mark, aan het leren voor bergbeklimmer. Nee, Pascal heeft gebracht. Ja, Marker, je bent 3 kwartier te laat. Ja, zo zullen we het ook nog in match winnen. Ja, dat ligt aan Carmen, hè, met haar stomme winkel. Ik raak potverdomme niet meer buiten. Hey, Paul, je bent er nu. Hey, kom maar aan, vliegen erin. Oh. Dat zal moeilijk gaan, want ik kom eigenlijk alleen maar zeggen dat ik niet kom. Jawel. Jij hebt uw responsabiliteit en dat kan eruit. Ja, dat zegt ons Carmen ook. Nee, serieus, Xavier, als dat zo doorgaat, moet ik een nieuwe trainer zoeken, hè? Zeg, denk je dat ik het plezant vind al die stomme gazetten staan verkopen terwijl madame zich gaat amuseren in de stad? Ja, zet je de bad of zet je een labakak? Een man? Carmen is een tiran. Dat wordt de grote tijd dat haar is. Dat probeer ik al 15 jaar, maar... Op dat moment zou je... Ja, wat zou je dan doen? Wat ik dan zou doen? Ja. Ha! Hey! Wat ik zou doen? Ja. Ik zou... Ja! Ik zou... Verdomme! Zet de lawaai! Waar zit de meneer Boma? Zet de lawaai! Waar zit de meneer Boma? Ik kon u niet verstaan met dat lawaai. Wat is dat voor een getoeter? Ah, wel, het is die alarminstallatie dat ik moet installeren van Pascal tegen die brekers. Die brekers? Ja, er zit een dief in de streek die winkels overvalt. Hè. De gazetten staan er vol van. Die heeft al 17 inbraken gepleegd. Zeg, ons Carmen zit ook met de schrik. Ah, wel, dat is het. Wat blieft? Xavier, jij wordt binnen het uur overvallen. Voilà. Je bent overvallen. Wat doe jij, Boris? Bijna meneer Boma. Allee. Zo. Ik zal mijn vinger op de koord leggen, dan kun jij de knoop maken. Jij weet wat je moet doen. Ja. Ik word ontdekt door Carmen. Ik zeg dat ik overvallen ben. En ik doe alsof ik nu veel te veel schrik heb om nog in de winkel te staan. Voilà. Dat kan niet mislukken. Misschien is het toch niet zo'n goed idee. Stel dat het uitkomt. Vertel, zwijgen en binden. We kunnen toch niet anders, hè, Mark? Kom maar mee. Hey, is dat nu ook niet gedaan? Voilà, die zit goed vast. Ja, en ik kom. Allee. Hey, kijk, ik heb nu ook vol vastgevonden. Kom maar, pardon. Ja, bij u kunt u ook niks aanvangen, hè, amateur. Ja, zie. Ja, het, Paul. Kom maar. Oh, wacht. Eén detail nog. Hier, Mark. Nee, ik heb er zelf een. Ja, niet voor u, kijk, het is voor Xavier. Oh, pardon. Allee. Ja. Eerst zijn we... Wat? Haast u, onkel Dimitri is daar. Allee, kom. Kom op. Xavier, maar wat is hier gebeurd? Ah, Dimitri. Wacht, ik zal u direct losmaken. Nee. Niet doen, blijf van mij af. Allee. Maak dat je wegkomt, laat me gerust. Pardon? Maak dat je wegkomt. Ons Carmen kan ieder ogenblik binnen gaan komen. Allee. Oké. Ik ben al weg, hè. We zijn thuis, hè. Oh. Ah, Dimitri. Carmen. Xavier? Wat is er gebeurd? Oh, mijn schokken. Wat dan? Ja, Carmen, ik dacht dat ik u nooit meer ging terugzien. Oh. Ik ben overvallen. Wat? Die een dief. Je zei dat de mij ging doodschieten. Oh, mijn sukkeltje. Oh, mijn zo vreemd drukt aan mijn liefhebbende armen. Oh. Hey, waarom heb jij niks gedaan? Ik? Nee. Dimitri heeft mij gered. Oh. Ja, de dief is gaan lopen toen hij hem hoorde. Oh, merci, Dimitri. Oh. Die bandiet heeft u toch geen pijn gedaan, zoeteke? Nee, maar schrik. Ja. Als je zo'n wapen tegen je hoofd krijgt. Het is niet waar, hè. Het is niet waar, hè. Godverdomme. Hier is die rotzak op mijn weg. Oh. Hij is toch niet binnen geweest, hè?
Ja. Mijn juwelen! Dimitri, jij weet van niks, hè. Jij hebt niks gezien of gehoord. Toch wel, ik heb Boma. Jij hebt niks gezien. Verstaan? Oh, allee, er is precies toch niks weg. Oh, maar schrik dat ik gehad heb, hè. Oh, dat ons zoiets moest overkomen. Hé, hey, Dimitri. Ik heb niks gezien. Absoluut niet. Ja, voilà. Twee broodjes. Ja. Xavier blijft lang weg, hè. Er zal toch niks misgegaan zijn? Oh, je zal zijn plan wel trekken, hè. Zou er niet beter mee stoppen? Het is toch eigenlijk niet echt eerlijk, hè? DBD, pastoor. Het is eerlijk dat Xavier elke dag zijn kast had af te draaien in de winkel van Carmen. Hola, actie, mannen. Mannetjes, mannetjes! Onze Xavier is overvallen! Overvallen? Overvallen? En ik heb hem dus gered. Ja. Je zet hem hier toch neer, bakker? Je hebt zeker de grote schrik te pakken. Oh. Ja. Dank u wel, meneer Boma. Dat is zeker als ze zo'n pistool tegen uw slaap houden. Ja. En u zo vastbinden op een stoel. Ja, arme meisje. Hoe weet jij dat je was vastgebonden? Alle dieven binden uw slachtoffers toch vast, hè? Maar ja. Zeg, en hoe zag die eruit? Ja, dat heb ik niet kunnen zien. Hè. Die had een masker op en die was heel groot en heel sterk. En die had een pistool. Of twee. Hij zag eruit gelijk een echte moordenaar. Ja. Allee, geef hem rap een pintje om te bekomen. Allee, Bieke, kom. Of nee, maak er twee van. Of nee, nee. Drie. Zit genoeg, Carmen. Had Xavier mogen komen treden, hè? Dan was dat allemaal niet gebeurd. Nee, dan was ik overvallen. Merci, meneer Boma. Dan had ik u gered, hè? Gelukkig is het allemaal nog goed afgelopen. Ja, dat wel, ja. Oh, goed, goed. Voilà. Als ik mijn ogen sluit, dan zie ik toch die dief met dat pistool voor mij. Ja, ja. Allee, kom. Drink rap je pintje leeg, hè? Dan kun je terug naar de winkel. Naar de winkel? Maar dat durf ik niet meer. Ja, maar ik moet naar de coiffeur en niet flauw doen, hè? Carmen, alsjeblieft, hè. Het beetje psychologische rap. Carmen, dat kun je Xavier niet aandoen. Hé, Mark? Ja. Nee. Maar Xavier is nog niet bekomen van de schok. Ja. En mijn coiffeur dan? Carmen, ik wil even de winkel doen. Mark en Bieke kunnen het café alleen doen. Oh, dat is goed. Merci, Pascal. Ja, nee, kom. Tournee, generaal. Merci, Pascalke. Ik voel mij toch wel een beetje kalmer. Oh, dat is graag gedaan, Xavier. En als jij straks wat beter voelt, hè, dan kun jij morgen terug in de winkel staan. Hè? Morgen? Maar ja, tegen morgen zal het ergste wel voorbij zijn. Ja, jammer. Xavier, moet jij niet heel dringend naar het toilet? Ikke? Ja. Jij? Moet jij niet heel dringend naar het toilet? Ah ja, heel dringend, ja. Ja, ik ga eens gaan zien of ik Xavier weer niet moet redden, hè. Oh, meneer Boma, wat moet ik nu doen? Kalm blijven, ik vind wel een oplossing. Ja. Dat is toch iets, hè? Zo overvallen worden. Ja, ja. Heb ik u al gezegd dat ik Xavier hier gered heb? Weer dat ene keer. En heb ik u ook al gezegd dat ik de dieven heb zien weglopen? Je zou dat niet geloven, hè? Maar die gasten, hè? Die gelijken precies op u. Ja, kom. Een marktje. Raar, hè? Wat wilt ge dat gebeuren? Niks. Nee, ik wil alleen maar goede raad. Als jij zoiets zou gezien hebben, wat zou jij dan doen? Ik zou zwijgen. Dat is precies wat ik nu ook zou doen. Doe maar rustig verder, hè. De vuile profiteur, je weet toch dat ik hem ook al 1000 frank heb gegeven? Deze zijn we tenminste zeker dat hij zwijgt. Ja. Xavier, jij moet Carmen ervan overtuigen dat je niet meer in die winkel durft te staan. Ja, maar hoe moet ik dat doen? Kijk, je doet alsof dat je dagmerries hebt van die in overval. Goed. En als jij daar dan de hele nacht mee wakker gaat, dan zal ze rap van gedacht veranderen. Zeg, maar dat is een heel goed idee.
En het wordt hoog tijd dat ik haar eens een hele nacht kan wakker houden. Oh. God, nee, weer al. Oh. Oh. Elke dag hetzelfde met dat gedoeter. Sta toch af, hè? Ja. Oh. Amai, je hebt precies ook de wilde nacht gehad. Wilde nacht? Ik heb heel de nacht geen oog dicht gedaan met dat alarm. Elke keer dat er een mug tegen de deur vloog, begon dat spel te loeien. Ik zal het nu wel wat minder scherp afstellen. Oh. Zeg, hoe zou het nu zijn met Xavier? Slecht. Hè, Paul? Heel slecht. Oh, enorm. Zo'n trauma. Ja, die zie ik nooit meer in de winkel staan. Hè. Goeiemiddag. Bieke geeft mij eens de straffe koffer. Ook slecht geslapen? Oh, niet geslapen. Oh, mijn Xavier is helemaal doorgeslagen. 10 keer heeft hij mij wakker gemaakt omdat hij dacht dat hij iets hoorde in de winkel. En als hij slaapt, dan ligt hij te roepen en te stampen. Ben ik in de sofa gaan liggen. En nu? Oh, nu heb ik een stijve rug, hè, Bieke. Bieke vraagt of het nu beter is met Xavier. Dat weet ik niet. Maar als dat zo doorgaat, dan krijg ik een attack. Zeg, Mark, je hebt toch een cursus psychologie? Staat daar misschien niet in hoe we Xavier zouden kunnen helpen? Ja. Xavier helpen? Hm? Xavier moet gewoon in die winkel niet meer komen. Dat is alles. Ja. Daar moet je niet voor gestudeerd hebben, hè, Doortje. Nee. Wacht eens, Mark. Je hebt dat toch vorige week geblokt, hè? Dat hoofdstuk over achtervolgingswaanzin. Allee, kom, zeg, de les eens op. In bepaalde gevallen kan men de paranoia overwinnen door de patiënt te confronteren met de bron van zijn angsten en hem te doen inzien dat deze ongegrond zijn. Of zoiets. Dat is over wij gepraat, hè, Beatrice. Maar nee, laten wij een overval op die winkel nadoen. Nou, dan krijgt Xavier zeker een attack. Dat is heel slim, mis IQ. Nee, één van ons is die een overvaller. Hm? Die bedreigt Carmen. Oh, nee. Hey, Xavier, die komt tussen beiden om u te redden. Ja? Die een overvaller, die vlucht weg. En Xavier heeft zijn zelfvertrouwen terug. De gespeelde overval. Wie bedenkt nu zoiets? Stop. Xavier blijft gewoon uit de winkel. Dat is veel eenvoudiger. Ah, wel, ik vind dat een goed gedacht van Bieke. Ja. Je kunt goed zien dat je vroeger al goed naar tante Carmen geluisterd hebt. Ja, ik vind het toch gevaarlijk, hoor. Heel gevaarlijk. Maar als de enige manier is om Xavier te helpen, dan moet het maar. Ja, ja. Wie is de overvaller? Oh ja. Meneer Boma? Hm? Ben je gezegd? Speel je amateurtoneel zelf? Paul? Paul, doe jij het dan? Ah, het is toch voor uw beste vriend? Ja. Oh, sorry, Pascal. Als leraar kan ik mij dat toch niet permitteren. Oh, Markske, die zal dat wel doen, hè, schatje? Oh, nee, ik durf dat niet. Zeg eens, lange wapper. Als jij Xavier niet helpt, hè, dan zal ik u zo'n reden geven om bang te zijn, ze, hè? Laat u niet toe, Mark, jongen. Je hebt het recht om bang te zijn, gelijk iedereen. Nee, Carmen, ik doe het echt niet. Wat? Oh, Ella. Zelfs niet voor mij. Nee. Maar wel, nu doet je me pijn. Oeh. Ik dacht dat je altijd alles voor mij zou doen. Amai, ik heb mij serieus in u vergist. Ja, maar Bieke, het spijt me. Nee, laat maar. Bieke, niet wenen. Zeg. Mijn Xavier zou je ook dankbaar zijn. En mijn rug ook. Allee, ik zal het doen. Oh, Markske, je bent een engel, jij. Ja. If I were a rich man. Amai, zo goed gezind vandaag. Altijd als ik u zie, Doortje. En? Hebben ze de dief al gevonden? Oh, nee, nog niet. Geen enkel spoor. Ik ben er niet gerust in, hoor. Stel dat hem hier binnenbreekt. Ik zou er niet mee zitten, hè? Waarom niet? Een voorgevoel. Zeg, hoe is het nu met Xavier? Oh, we gaan proberen hem te helpen door een overval te plegen op de winkel. Een gespeelde overval, hè? Dat is al de tweede keer. Niks. Ik wou alleen maar zeggen, dat is een tweede keer dat ze me gaan overvallen, hè? Ah ja, maar nu gaat Mark voor inbreker spelen, hè? En als Xavier hem dan wegjaagt, dan krijgt hij zijn zelfvertrouwen terug. Maar Mark alleen? Niet met Polle en Bomen daarbij. Nee, waarom? Oh, zo maar. Scheelt er iets, Dimitri?
Doortje, ik zit mijn probleemke. Klopt uw zwarte boekhouding weer niet? Nee. Het is een gewetenskwestie. Een gewetenskwestie, gij? Ja. En waarover gaat uw gewetenskwestie? Ik had het kunnen denken. En dat is het verhaal. Dank u. Dus mijn Xavier heeft mij voor de zot gehouden. Mensen kunnen toch slecht zijn, hè? Oh, dat stukje speelgoedsoldaat. Dat zal hem zich beklagen, hè? Oh, en zeggen dat wij Xavier wilden helpen. Ja. Ze hebben ons goed liggen. En waarom heb jij dat niet direct verteld? Ja, Bome en Xavier hebben mij betaald om te zwijgen, hè, Bieke? Ja. En waarom verklapt het dan u? Ja, een kleine zelfstandige moet altijd openstaan voor een beter aanbod. Oh. We zullen ze een goede les kunnen leren. Ja. Kom, ik heb nog deegrollen genoeg voor iedereen. Nee, Carmen, wacht. Ja. We zullen ze schoen liggen hebben. Oh, ze heeft weer een slim plannetje. Ja. Nee, kijk, wij doen alsof we van niks weten. Ja. Hm? En we sluiten de mannen op in de kleedkamer. Ja? Mm-hmm. Xavier die denkt nog altijd dat Mark de inbreker is. Ja. Maar wij huren een andere inbreker in. Ene waarvan dat hem echt schrik heeft. Ah, wow. Ja. Wie dan? Dirk van de fitness. Dat is zo'n boom van een kerel met spieren tot achter zijn oren. Oh, en als ik dat vraag, dan zal hij dat wel doen. Ja. Nou, klinkt niet slecht. Kom. Dan zal ik hem bellen. Ja, dat is goed. Zeg, en jij gaat uw mond houden, hè, manneke? Of ik kom hem persoonlijk dichtlassen? Ik weet van niks. Absoluut niks. Mark, als dief? Waarom sturen ze Billieke niet? Xavier, zijn u eens 5 minuten serieus? Ja, maar alleen, meneer Boma, wie kan er nu bang zijn van Mark? Dat is juist het punt. Ze willen dat je geen schrik van hem hebt. Dat zal niet moeilijk zijn. Ja, en dan staat jij voor de rest van uw leven in uw winkel en kun je naar uw voetbal fluiten. Ah bon, ik moet dus wel doen alsof ik bang ben voor Mark. Voilà. Allee, kom, laat ons eens repeteren. Allee, Mark. Ja, jij bent nu de gangster, ja? Bon. Jij probeert Xavier de schrik op het lijf te jagen, ja? Allee, kom, doe de keer. Ja. Xavier, geef mij uw geld. Hela, met 2 woorden spreken, hè? Alsjeblieft. Je moet daar meer feelingen leggen, hè? Je hebt toch al gangsterfilms gezien op tv? Ik zie dat niet graag. Jij ziet liever Bambi, hè? Hoe zit het? Is hij klaar? Ja, nog een minuutje. Ik ben er niet gerust in, voorzitter. Xavier en Mark zijn geen grote lichten. Ja, Xavier is verwittigd. Als hij de boel doet mislukken, dan zoek ik op slag een nieuwe trainer. Allee, kom maar eens kijken naar onze bandiet. Moet dat een gangster voorstellen? Het is precies tante Sidonie. Dat moet ze middag zusken en wisken lezen. Hoe vind je het niet goed? Ja, maar wij mogen Xavier ook niet te bang maken. Hè? Stel u voor dat hij nog meer schrik krijgt. Het is nog niet te laat. Je kunt er nog altijd mee ophouden. Weet je, Bieke, eigenlijk heeft Paul gelijk. Ah, wel. Ik wist dat jij je gezond verstand zou gebruiken, Pascal. Je bedoelt dat we ermee gaan ophouden? Ja. Het is tijd, hè, voor een andere aanpak. Hé, Bieke? Ja, als jij het zegt. Nu! Ja, maar... Ben je dicht? Op slot? Ja, Doortje. Doe open. Vergeet het, bedriegers. Wat gaat het doen? Dan zal Xavier u morgen wel vertellen. Ik ga Dirk bellen dat hij mag komen. Ja, nu hebben ze goed liggen. Oh, ze hebben hun lesje geleerd. Zeg maar, heb je dat alarmpistool voor Dirk al? Bieke heeft iets veel beters. Een waterpistool dat eruit ziet gelijk een echt. Oh, Xavier gaat in zijn broek doen. Hallo, ja, maar Bieke Kreuken, mag ik Dirk even? Wat, hè? Oei. Ja. Ja, niks aan te doen. Dag. Wel, wat is er mee van bodybuilder? Hij ligt in het ziekenhuis. 2e graad verbrand. Oei, een accident? Nee, hij lag geblokkeerd onder de zonnebank. Ja, dan moeten wij een andere inbreker vinden. En rap. Ja, maar wie? Oh, wacht. Ik heb een idee. Ja. Wie gaat hij gebruiken? Het is niet waar, hè? Er is niks aan te doen, hè? Ja, dat moet maar gaan. Ja.
Wie was het? Oh, niemand die je kent. Een oude vriendin. Oh, ik dacht dat het weer een inbreker was. Zeg, ik beef nog. Zie. Oh, mijn arm knuffelbeerke toch. Carmenneke, ik heb zo het gevoel dat ze vanavond bij ons weer gaan inbreken. Ik zal eens gaan zien of dat alles goed dicht is, hè? Ja. Carmenneke? Ja? Je bent toch goed voor mij, hè? Je krijgt alleen wat je verdient, hè, Sjoeke? Ja, zeg. Ja, dan raak je die nooit buiten. Ik ben al blij dat ik niet voor inbreker moet spelen. Ja, jij zit uit de problemen, hè? Maar wat gaan ze met Xavier uitspoken? Oei. Het raam. Ja, we kunnen langs het raam naar buiten. Ah, maar dat is een goed gedicht. Ai. Ja, zeg, zei je. Was gerust, wat kan niet meer. Ja. Ah, de tje. Bij ringen. Wacht, ik zal helpen. Nee, hoor. We moeten het eruit uitslaan. En ons snijden zeker. Wacht. Heb jij ook nog een zakdoek? Ja, maar zeg. Kom. Ja, maar. Allee, pas op. Ja? Ja? Ik kom eraan. Hoe kom jij daar? Ja, met mijn sleutel. Kikken. Amai, dat is hier warm met dat vulsel in mijn pul. Ah ja, je moet er ook een beetje dreigend uitzien, hè? Hier, uw waterpistool. Amai, dat is precies echt, zeg. Zeg, ik vraag me toch af waarom je direct aan mij gedacht hebt, hè? Om dief te spelen? Nou ja, jij besteelt toch elke dag je klanten, hè? Zeg, ik voel me precies een carnavalsot in dat kostuum, hè? Dan had je Mark moeten zien. Die zag er pas onnozel. Ja. Ja. Dimitri, doe die muts nu naar beneden. We zijn er bijna. Ja, ja, ja. Allee, vooruit. Ja, ja, straks, ja. Zeg, ik hoop dat hier rap gedaan is, hè. Waarom laat ik me toch altijd ompraten? Waarom? Omdat je van ons nog eens geld krijgt. Ja. En doe die muts nu naar beneden. Vooruit, ja. Allee, vooruit. Ja. Allee, Dimitri. Ja, allee. En probeer niet tegen te struggelen. Ziet je nu wat dat ervan komt? Ja, zeg, Simmy. Ja, zeg. Wat is het? Nee, de politie. Hé, piraat. Dat gaat u beklagen. Kom. Geef u rijbewijs, Maurice. Met mijn rijbewijs? We gaan me toch geen boete geven, hè? Niet schieten. Schieten? Ik? Oh, met dat? Nee. Ik heb een vrouw en twee lieve kindjes. Gij hebt Charles. Ik zal niet zeggen. Laat me gaan. Ja, maar dat is geen echt, hè? Pardon. Pardon, ik moet nog gaan inbreken. Goedenavond. Stop! Hier! Lavi! Wacht! Lavi! Allee, ik zal nog eens gaan zien of dat alles goed dicht is, hè, Sjoeke? Zeg, waar blijven die nu? Je bent er ook niet op verbeterd, hè? Je weet wat je moet doen, hè? Xavier, help! Oh, maar zeg, je bent niet mee van je voiture bezig, Dimitri. Maar jij kunt goed toneel spelen. Ja, Sjoeke, hier ben ik. Wat scheelt er? Ah!
golf ik in al uw kop eraf. Geen probleem. Maar wel, zouden mij u niet hebben? Die gast is gewapend. Ja, en mijn man weet waar al het geld is, maar hij zal het u zeker niet willen geven. Ah, nee? Toch wel. Oh, je hebt te schrikken, leugenaar. Ja, maar dat is een echte dief. Maar belangen niet, dat is geen echte, dat is Dimitri. Je bent Dimitri niet. Ga er nu op, hond, ja? Jawel, meneer de bandiet. Nee, nee, Carmen, niet doen. Je mag niet op zijn zenuwen werken. Waar zijn de centen? In de slaapkamer, meneer. Fruit, we gaan ze halen. Hey daar, Elvis, haal de centen. En terwijl dat je toch bezig bent, breng de juwelen ook maar mee. En jij zitten. Ja. Op je handen. Amai, dat is ook niet comfortabel, hè? Dat is de bedoeling. Maar Markske, is die ontsnapt? Het onderste. Vind het? Handen omhoog. Oh, Dimitri, mijn reddende engel. Vanuit. Draai je om. Meneer, ik wil de plezanten uithangen, zeker? Als ik wil lachen, dan schiet ik je wel overhoop. Schieten? Heb je lief dat ik je een goeie mop vertel? Vraag, zitten. Jawel, meneer, de bandiet. Storik, ik had ons bijna gered, hè? Ja, ik zal je nog eens helpen, ik zal je vast te lappen. Oh, Dimitri, jij bent een vuile verrader, we hadden u betaald om te zwijgen. Ik heb maar meer moeten geven. Waar gaan we nog spijt van krijgen? De grootste bedrieger van al zijde jij. Mij doen geloven dat je overvallen waard. Ga dan nu verdomme zwijgen, ja. Dat gaat u kunnen herstellen, hè, manneke. Carmen, wat gebeurt er? Dat is hier precies de zoete inval, hè. Handen omhoog. Bieke, ik denk niet dat dat Dimitri is. Maar nee, dat is degene die al die winkels overvalt. Ga rotzak. Sst, je maakt hem kwaad. Oh, ik denk dat ik ga flauw val. Oei. Oh, ma. Oh, kom, zeg. Adem. Ja, ik ga. Allee. Amai. Heb je geen dorst? Geen vraag erom, hè? Ja, maar als je wilt, zal ik wel op hem letten. Als jij me dan laat lopen. Oh, lafaard. Allee, vooruit, gaan zitten. Herop. Ja. Oh. Waarom is Balthazar hier nu niet, Carmen? Mooi zo. Ja. Zitten, zwijgen en geld bovenhalen. Ja. Nu. En jij? Ik sta toch aan uw kant? U geld op uw leven. Fred, komt er wat van? Ik ben nog aan het nadenken. Ella, Ella, zeg, met mijn geld, met mijn geld! Zal ik even komen? Wat is er hier gebeurd? Dat is een echte dief en DDT heeft ons gered. Balthazar, ik dacht dat ik u nooit meer zou terugzien. Oh, het is jammer dat ik hier niet eerder was, want anders zou ik gezien hoe ik zo Marcus aanpak. Ja. Wie belt de politie? Ja. Politie, niet bewegen. Amai, dat is rap. Dat is een inbreker, hè, die heel de buurt terroriseert. Ja, ja, agenten, dat spuit en meestal overvallen. Kom dan maar eens uitleggen op het bureau. Wat, hè? Maar ik ben het dief, hè? Oh, nee, ga zitten. Dat zeggen ze allemaal. Kom op. Kom op. Kom op. Helpen. Kom. Ja, zeker. Ja. Meneer de agent. Nee. Meneer de agent. Je zij vergeten om de echte dief mee te pakken. Laat dat maar aan mij over, Pascalke. Allee, kom aan, mannen. Je pakken naar beneden. Hebben. Pas op. Hey, pas op, bij mijn been. Oh!
Boeken, gaat jij mij ooit kunnen vergeven? Je moet verstaan, Sjoeke. Ik sta niet graag in de winkel. Ik heb al een job. En ze hebben mij nodig als trainer. Ja, gaat jij dan vanaf nu alleen de winkel doen? De winkel? Met al die dieven? Dat durf ik niet. Ja, maar alleen, Sjoeke. Jij moet in de winkel staan. Ik moet rusten. Oh, wat een shock.